Mijn kleine hindertjes, mensen en kindertjes. Welkom bij een nieuwe aflevering van Saldi Game. En natuurlijk gaat de deur door ons dicht. Oh, what the fuck, het is de sheriff met zijn gun. Henry. Henry is back. Henry is back to fuck your bitch. I didn't shoot the sheriff. What? Wie, Henry? I shot the sheriff. Bob Marley is heerlijk om naar te luisteren. Henry ook. Henry is ook heerlijk om naar te luisteren. Henry is heerlijk. Ik zou Henry doen. Ongeacht mijn geaardheid, zou ik Henry doen. Ja, het klopt wel, hij zit al onder een bloed, weet je. Kan je een goede bloedorgie mee hebben. Bloedorgie met Henry. Ja, bloedorgie met Henry. Waarom niet, waarom niet? Hier een graaf van Amerika. Wat kan er fout gaan, behalve dat je Satan spornt? Ik bedoel maar, niks. dat je tijdens een bloedorgie een keer Satan uit je penis krijgt, zo. Ja, ik bedoel maar. What's the worst that could happen? Spawning is me helaas al vaker voorgekomen, maar ja, weet je, je moet ermee leren leven. Nou, Daniel, jij spant toch Satan op dagelijkse basis. Daarom, ik bedoel van, wat kan je eraan doen op zo'n moment? Hier hebben blijkbaar wat mensen gepokerd, oké. Okay. Met spinnenwebben. Is legaal, hè? Poker is legaal in Nederland. Is in andere landen illegaal dan? Er zijn in bepaalde landen dat echt illegaal is. Waarom is poker illegaal? Omdat je veel geld kan verdienen en dat het niemand er iets aan verdient. Wat bedoel je, niemand er iets... je bedoelt belastingcentjes, bijvoorbeeld? Ja, je bedoelt als in dat, zeg maar, normaal gesproken, als ik jou 10.000 euro wil geven, dan moet ik daar 40, moet ik daar belasting over betalen. En op het moment bij poker, dan ja, oké, dat begrijp ik wel. Dus ik denk dat het daarom is. Ik heb geen idee of dat maar een andere reden is. Maar ik weet zeker dat het in bepaalde landen... Dat kan ik best begrijpen. Ik vind sommige dingen van de belasting zijn ook echt bullshit, weet je. Als iemand doodgaat... Het grootste gedeelte van de belasting is bullshit. Ze willen gewoon geld hebben, dat snap ik. Sommige dingen gaan echt te ver. Stel, je hebt een oma en die gaat dood. Dan gaat serieus het grootste deel van... Dan wil de belasting gewoon een deel van dat geld. Daar heeft ze gewoon een hele leven voor gewerkt, bijvoorbeeld. Mm-hmm. En dan wil de belasting over de belasting die ze al betaald heeft tegen de tijd dat ze werkt, bijvoorbeeld je opa, dan nog eens een keer belasting overheen. Dat is echt de biggest bull ever. Ik ben trouwens deze puzzel vet snel gedaan. Applaus. Heb je dat nu al gedaan? Holy shit, bij mij ben ik pas net begonnen. Met drie kleurtjes, shit. Voor het eerst met drie kleurtjes en hoppakee, ik ga er doorheen alsof het niks is. Nee, dat is al een keer eerder geweest, joh. Met drie kleurtjes? Ja. Drie? Of niet. Misschien ook niet. Wat is dit nou weer? Wow, drie kleurtjes, magisch. Ja? Ik snap ook niet waarom we nu op Henry afgaan. Die fan heeft een pistool en ik heb een knuppel. Don't bring a bat to a gunfight. Je hebt wel een harnas, hè? Hij kan je niet door je hart heen schieten. Dat is waar. Alleen maar door je hoofd. Wat vind je nou van die quote van don't bring a sword to a gunfight? Ik vind het mooi. Het is mooi. Ik vind het een rare quote, want ik bedoel van als iemand op je schiet en je pijn wil ontwijken, dan heeft hij niks meer. Maar jij hebt een zwaard, dus jij kan hem altijd nog doodmaken. Ja, dat is waar. En een zwaard die is niet opeens op. Oh ja, mijn zwaard is op, dus ik kan weet het niet. Weet je wat ik wel interessant vind trouwens? Nederland geldt bepaalde regels. Dat heet, zeg maar, ik weet niet of je er wel eens van gehoord hebt, noodweer excess. Wat? Hoe? Komt erop neer, als iemand jou, zeg maar, met een mes aanvalt, hè? Dan mag jij je verdedigen met een mes. Dat zijn de regels. Je mag hem niet doodmaken. Alleen op het moment dat iemand jou met een mes aanvalt en jij schiet hem neer met een pistool, dan ben je strafbaar. Nederland is echt het kromste land van de hele wereld. Maar dus, bullshit, man. Je bent in je recht als je aanvalt met een soortgelijke grootte. Maar toen gingen wij dus discussiëren van bijvoorbeeld staat een steen boven een mes? Want een steen kan wel van afstand. Maar een mes kan ook van afstand. En bijvoorbeeld, volgens maatschappijleer stond in ieder geval een honkbalknuppel. Als iemand een mes heeft en je valt hem aan met een honkbalknuppel, dan ben je strafbaar. Verdedigd of valt aan? Verdedigd, ja dan. Staat een hondbouwknuppel boven een mes? Ja, het probleem is dat een mes natuurlijk heel kort afstand en een hondbouwknuppel kun je natuurlijk best wel hard mee slaan. Zeker als je een metalen hondbouwknuppel hebt, hè? Ja, oké, dat is wel, dat is niet zo'n fijne hondbouwknuppel, nee. Fucking shit! Niet zo fijn! Fuck! Ik vind het sowieso achterlijk. Deze dude! Wat is er gebeurd? Deze dude is echt niet leuk. Welke dude? Ik knuffel hem. Wordt hij beter? Ik ga het in een spuitje zetten, hoor, als je het niet erg vindt. Daniel, kun je even je oogjes toeknijpen terwijl ik een spuitje zet? Ik zie het niet. Nee, Rick. Okay. Ik weet niet waar je het over hebt, ik heb het niet gezien. Oh, je bent een beetje door aan het gaan hier, holy shit. Het is alweer gefixt. Daarom, je hoorde me al zeggen dat ik een spuitje zet, dus dan weet je, ja, het komt wel goed, hè. Maar ik vind het sowieso zo krom. Dat iemand valt je aan, steekt je neer, bijvoorbeeld, en jij doet iets terug, en je maakt die persoon bijvoorbeeld per ongeluk dood. Per ongeluk een beetje. Nou ja, je pakt het mes uit zijn hand en je zwaait hem bijvoorbeeld door zijn nek in, bijvoorbeeld. Ik noem maar iets. Dan ben jij verkeerd, terwijl hij je eerst neersteekt. Ik vind het onzin. Ik vind dat als iemand jou neersteekt, dan heb jij het recht om die persoon helemaal kapot te maken. Dat vind ik ook. Ja, vind ik ook.
In Frankrijk heb je dus iets, dat heb ik al meerdere keer in een video verteld. Dus sorry als je een hardcore fan bent die alle video's kijkt. Als je dit verhaal kent, aan de andere hand, je bent best wel een hardcore fan. Duimpje omhoog voor jou. Duimpje omhoog voor jou. In Frankrijk hebben ze iets genaamd de crime passionnel. Mm-hmm. Ja, cream. Dat komt erop neer. Als jij in the heat of the moment iets doet, is dat niet strafbaar. Stel jij komt thuis, hey schat, ik ben thuis. En je vindt in één keer je vrouw in bed met een andere man en je slaat die man gewoon dood. Dan is dat niet strafbaar in Frankrijk. Dan zeggen ze, het is een crime passionnel. Je kan op dat moment niet goed nadenken. En dat is dan niet strafbaar wat je dan doet. Het is wel strafbaar. Maar dan is het misschien wat lichter. Maar gegarandeerd dat je dan wel nog gestraft wordt. Misschien wordt het dan wel wat minder, maar... Nou, ik denk dat je vooral aan situaties moet denken zoals dat jij iemand... Dat er in één keer mooi naar huis komt en die schiet je vrouw neer. En dan schiet jij die moordenaar neer, zoiets. Oké, maar als iemand gewoon je vrouw neukt en je vermoordt die persoon, dan weet ik zeker dat je niet... Anders ga je gewoon zeggen, hé vrouw, als jij dan die man gaat neuken, dan kom ik binnen en dan doe ik, oh, ik ben geschokt! Oh nee, wat is hier aan de hand? Weet je wat raar is in deze game? Ze zeggen hier difficulty normal, dus haakjes easy. Dus zeg maar, in de zaal is normale difficulty is gewoon easy. Ja, maar dat is het ook, hè. Je kan alleen kiezen tussen normal en insane. Dan is insane natuurlijk normaal. Insane tussen haakjes is normale difficulty. Ja, maar... Dan zijn ze gewoon aan het liegen. Dan zeggen ze, wow, onmogelijk! Eigenlijk is het gewoon normaal. Maar waarom staat het dan niet op easy? Waarom... Huh? Ja, ik ben ook net zo in de war als jij, Daniel. Wacht. Maar, huh? Oh, daar mag ik dus niet heen, oké. Duidelijk. Wacht, ik zie het nu inderdaad. Nee, dit staat echt totaal nergens op. Maar goed, het is zo, de game 2. Dus het hoeft nergens op te slaan. Okay, die deur zit dicht. Duidelijk. Ik zou die andere openmaken. Een case file hier. Oh ja. Leuk, case file. Die case files geven ons wel een beetje een beeld van hoe ver we in de game zitten. 24 van de 50. En we staan er ook wat over dus. We staan heel wat over. In ieder geval over de helft, kun je dan zien. We zijn ver maar hier over de helft. Als ik deze kant op ga, is mijn ketting aan het knipperen. Ja, we gaan maar even rushen. Maar gewoon niet uit. Tot nu toe heeft er nog niks uitgemaakt dat het knippert. Nog niks. Ja, je moet gewoon heel snel door een gebiedje heen, volgens mij. Volgens mij maakt het uit. Maar op dit moment maakt het volgens mij helemaal geen kloot uit. Om net te zijn. Nou, dat ding begint wel steeds sneller te piepen, vriend. Nee, ik geloof niet dat er iets fout gaat gebeuren. Ik ben momenteel flink aan het doodgaan. Ja, zijn we van je gewend, Rick. Geen probleem, joh. Nee, ik ben dood. Oeh, wacht. Pop, ben je steeds door die nekkraag, ding? Nee, het is toch geen nekkraag, het is een buikje, hè? De nekkraag is zal in. Wat heb je dan? Hoe ben je doodgegaan dan? Ik heb een panzer met meerdere shotgun shells eraan vast. Oh, ja, ik zie het. Rapapapapapapa. Ik dacht dat het naalden waren, man. Nou, nu ga eens even kijken wat ik moet doen, want ik snap er de balletjes van. Je was, goed aan het lopen. Nee, want ik kwam bij een dood einde. Ja, maar... je moet eerst... Ik zag wel een pijl staan ergens. Ja, het enige is, ik ga dood, ik heb toch een checkpoint. Je moet een couplet hebben om zo'n puzzeltje te doen. Fuck, hier moet ik een door pikken. Ja, dan moet je daarachter, kan je een couplet vinden en zo'n puzzeltje doen. Even. Oh man, ging net verkeerd. Even opschieten, anders ga ik dood, weet je wel. Zo, die heb ik. Ik geloof in je, man. Je kan het. Waar is die play? Ah, dank je. Oh, kijk. Hier is een safe zone. Safe zone? Of safe zone als dat je kan save of dat als het gewoon als in dat ik niet okay. Zo'n... Oh, kijk. Hier is meteen ook de board. De circuit board. Dat is nice. Kijk. Maar het is wel een gepolariseerd circuit board. Oftewel, grote ding, sorry. Nou, maar op zich is het niet veel lastiger dan die andere. Ja, ik vond die andere niet veel lastiger. Ik vond die andere stuk leuker. Lastig. Ja, maar nu moet je nadenken, dat is toch leuk? Hey, nadenken is leuk. Ja, Daniel. Waarom ga je niet anders naar school? Nadenken leuk is. Iedereen vindt nadenken leuk. Wie vindt nadenken niet leuk? That's true. Wie vindt nadenken niet leuk? Ik. Bijvoorbeeld. Ik geloof ik niks van, joh. Het probleem is, je moet altijd heel erg... Je moet alles een beetje wegdraaien, zodat je gewoon nergens last van hebt. En dan kun je een beetje gaan kutten. Ja, je moet eigenlijk vooruitzicht hebben. Je moet echt gewoon van tevoren denken van... Oh, dit moet dadelijk zo, dit moet dadelijk zo, dit moet dadelijk zo. En dan ben je het goed. Weet je? Geen idee waar je het over hebt. Nou, ik heb in ieder geval één lampje aan. Ik heb geen idee wat ik aan het zeggen ben. Oh, dat gaat wel goed trouwens. Ik heb al twee lampjes aan. Van ja, een heleboel. Van de vier. Het zijn er vier in totaal. Je ziet ze namelijk linksboven, rechtsboven, rechtsonder en linksonder. Namelijk. Oh, dit gaat ook wel de goede kant op, zo te zien. Dit gaat wel de goede kant op, Daniel. Nice. Echt wel. Maar volgens mij heb ik het accu'tje zelf al verkeerd staan. Dat is een beetje een probleem. Nee, joh. Oh, nee, het gaat nog goed. Ik moet deze gewoon even zo doen. Altijd een hakenkruis maken, komt allemaal goed. We zijn er! We hebben hem! Woo! Nee, ik heb dit lampje verkeerd gedraaid, lol. Oh. Nu heb ik hem. Waar gaat er wat open dan? Oh, voor mij staat de sensor uit, dat is wel fijn.
Dat is niet handig. Ik heb hier trouwens een 7 staan, dus ik denk dat als we zo meteen zo'n billypop willen vinden, dan moeten we even deze 7 neerpennen. Waarschijnlijk hebben we al lang al de andere getallen gemist, maar er staat in ieder geval een 7. Nou, weet in ieder geval dat er een 7 in zit. En een 6. Ik heb hier trouwens een brief van... ik heb hier een brief van Florijnbeheer, wat is dat? Wie? Is dat belasting of zo? Florijnbeheer. Florijn, dat is natuurlijk de vroegere munteenheid, wat is dit? Gewoon even live, brief van Florijnbeheer. Mijn beste meneer Rick Broers, u wordt in de gevangenis gezet voor het scammen van mensen. Niks via het internet. U dwingt ze naar uw lage kwaliteit YouTube video's te kijken. Oh. Het is wel lage kwaliteit, het is wel klaar. Hier bent van uw jaaropgave 2013 over uw inkomsten uit overige werkzaamheden. Met betrekking tot bezorg- en transportactiviteiten van folders, dag- en weekbladen, etc. Bewaar deze opgave zorgvuldig daar deze slechts eenmaal wordt verstrekt. Zo! Okay. Dit is wat ik verdiend heb in het hele jaar met mijn kranten. Zijn die klaar voor het grote bedrag? Hoeveel? Waar ik iedere ochtend 6 uur voor zijn bed uit is gegaan. En hoe lang heb je het gedaan? Een jaar, denk ik. Nee, het moet korter zijn. Zijn het anders? Het is in 2013 hebben we mijn kranten verdiend €1.439. Wow! Nou, het is wel weinig werk. Het is maar 1 uurtje per dag. Per dag? Ja. Ja. Oh, dan heb je inderdaad die laser uit. Die laser. Het is echt een laser, dat ding. Wat? Laser? In ieder geval, dat was de brief van Florijn. Ben je een beetje tegenvallertje eigenlijk? Ja, maar je weet wel dat je nu geld hebt verdiend. Nee, je hebt het gekregen. Hey. Ik ga even kijken of ik nog meer van die getallen kan vinden, want dat vind ik wel fijn. Ik zeg 6, moet er ook sowieso bij? Tuurlijk. Ja, omdat 6 is voor 8. 6 is voor 8, maar ook voor 7 nog. Nee. Nee? Nee. Oh, sorry man. Helemaal gek, jij. Zit ik helemaal gek in mijn hoofd vandaag. Sorry. Helemaal gek in de kop. Ik kan niet goed nadenken. Niet normaal. Maar, en dan heb je nog een 3. Dus ik zou zeggen 7, 6. Wat is jouw logica momenteel? Je doet echt maar wat. Oké, ahead of you is a man chained to a wall. Do not feel sorry for him. Oké, what the fuck is dit? Oh, dit is vet. Dit is vet. Wat? Huh? Avoid, wat is dit? Oh, dit is cool! Zit hier een man vast aan een ketting en die rent in... Die rent? Zit hier een man aan een ketting en die heeft gemene handjes, alleen hij gaat maar proberen te pakken ofzo? En waarom? Maar je moet niet zielig vinden. Jij vindt hem dan zielig, ik bedoel maar. Lol. Wat is dit mannetje aan het doen? Ik heb geen idee wat je moet doen. Wat moet je doen? Hij is aan het moonwalken hoor, deze vent. Nice. Hij is een beetje boos. Minigame. Hij kan dus niet verder dan de gele streep. Dat is handig om te weten. Moet je alles op 0 zetten of zo hier? I don't know. Ik ga zeggen, holy shit, word ik gewoon achteruit getrokken hier. Holy shit. Niet normaal. Ziekelijk gewoon. Denk je gewoon dan deze op 0 moet zetten? Kan dat? Nee. Waar heb je het over? I don't know. Doe maar wat. Wat moet je op 0 zetten? In 7! Dat was in 7, toch? Ja. Oh, is dat diezelfde logica of wat? Oh. Ik heb geen idee wat voor puzzel dit is. Oh. Dus heb ik eerder een puzzel gehad en heb ik hem niet gehaald, overigens, dus ja. Ik zal eens even kijken of ik iets kan vinden. Nou, ik denk dat ik eruit kom. Ja? Nee. Denk je dat echt leuk? Nee. Of, nee, sorry, dat is een grapje. Precies, dat dacht ik al. No offense, of course. Oh my god, YouTube, doe eens rustig en hang niet vast. Oké, je kan het getal van daar over pennen, zie je dat? Als je hier zeg maar een 0 zou krijgen, dan zou je hem zo over moeten pennen. Iets in die richting. Ik loop nog een halve minuut achter. Het getal links wordt overgepend naar het getal rechts, zie je? Dan geef ik die 0 helemaal door hier. En andersom. Ja. Okay. Dan moet je hier nog een keer een 0 dus creëren. Dan moet je in kamers kijken welke volgorde je moet hebben, denk ik, neem ik aan dan. Ik heb geen idee wat ik aan doen met Daniel. Dat, ik denk dat iedereen dat door heeft. Ik heb echt geen idee wat de bedoeling hiervan is, zeg maar. Ik ook niet. Ik zou het graag opzoeken als YouTube niet vasthing. Oh, is YouTube aan het vastlopen bij jou? Ja, bij mij wel op dit moment. Ja, dat is vervelend, hè. Volgens mij is de bedoeling dat die pijl zo zit, dat je gewoon de getallen van groot naar klein krijgt. Ik denk dat het idee is. Probeer het uit, zou ik zeggen. Ja, ga eens even proberen. 8, dan geven we de 7 daarheen. En wisselen deze twee om. Hij werkt. Cool. Zo moeilijk was het niet. Oké, er komt nu een keer stroom te staan. Dat gaan we natuurlijk doodmaken, natuurlijk. En de man is geëlektrocuteerd. Oh, wat jammer nou. Zo moeilijk zijn deze puzzels niet. We hadden er eerder in het spel ook al eentje. Dat was bij een man die op een stoel zat met een bom erbij.
En dat is ook en vrij toen... logisch eigenlijk. Ja, het maar... staat er zelfs daarboven. Ja. Ik ging gewoon automatisch aan dat je alles op nul moest zetten. Maar we hebben eerder een keer zo'n puzzel gehad. Helemaal in het begin van de game zat er een man op een stoel met een bom ronde. En toen had alle de puzzel gefaald binnen 30 seconden en toen ging hij dood. Maar dat is waarom ik deze game wel leuker vind om te doen. In Stal 1 werd ik echt helemaal gek van iedere keer dat je dingen met tijd had. En je moest alles met de muis doen wat niet lukte. Ja. Oké, okay. Hallo Chuck, je bent een drugdealer. Nee. Je gaf de schuld aan je beste beste klant, Robert. Je beste kok. Oké. Okay. Oh fuck, hij heeft gewoon Robert verraden. Door hem kwam Robert gewoon in de gevangenis. Kut beste Robert, klant. Zie je Robert of Chuck? Ja, Chuck die is een drugdealer. Best wel een logisch verhaal eigenlijk. Ik zou Chuck gewoon echt even doodmaken als ik jou hij zegt maar jij en Robert zijn voor eeuwig verbonden, dus ik denk echt dat hij ze aan elkaar heeft genaaid ofzo. Dat is wel awesome. Oh nee, you are bound to this wall, dat was die man van net. Nou, dat is wel jammer. Oh, was dat Chuck nou net? Ja, we hebben net Chuck doodgemaakt. Ze verdiende loon, kut Chuck. Ja, maar dit is wel een heel realistisch iets van drugdealers. Op het moment dat je een drugdealer oppakt, dan zegt hij gewoon, nou, ik kan je wel wat klanten verraden en dan laat hij me weer vrij. Nou ja, vrij of al dan niet. Of een verlaagde straf in ieder geval, je staat er niet snel vrij, maar... Dat is hetzelfde als met Harry Potter. Weet je, wat? Wat heeft Harry Potter hiermee te maken? Die dooddoeners die ook een beetje drugs dealen, zeggen ze van, nee, hey, deze doet, weet je. Ja, sommige dooddoeners verraden wel andere dooddoeners volgens mij. Ja, nee, logisch. En daardoor zijn ze uit Azkaban gebleven. Ging dat zo allemaal toen de tijd? Ja, in die tijd ging dat. Nu tegenwoordig zal het niet meer kunnen. Veel genaaid eigenlijk dus. Ja, de video zit er alweer op, joh. Dat hebben we veel gedaan. Joh, wat heb ik gedaan in deze video, Daniel? Heb je enig idee? Één persoon doodgemaakt. Dat was leuk, was leuk. Twee mensen hebben doodgemaakt. Twee mensen heb je doodgemaakt. Twee mensen hebben we doodgemaakt. Sie sind ein Adolf Hitler, ja. Twee mensen zijn dood. In die Hause. Pum, 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 pum. Pum, pum, pum. Adolf Hitler ist eine große Kuckuckuckuckuka. Eine Pfennenkuche. Oh, hier ist eine Jodekuche. Jodekuche. Hij was wel deels Joods, weet je wel. Nee, zijn ouders waren Joods of zo. Ja, iets was in zijn familie Joods. Iets was gewoon een beetje Joodsig aan, Peter. We hebben het kijken voor deze aflevering. Geef even een like als je het leuk vond. Volgende aflevering gaan we verder met mensen doodmaken, zelf dood gaan, al die shit. Wow, 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 holy shit, waarom zouden we dat doen? Arr. We gaan even kijken voor deze aflevering. De volgende aflevering. Geef even een like als je met de volgende aflevering. Doei. Tot ziens. Ach.